Nou. Goedemorgen iedereen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik kom net heerlijk onder de koude douche vandaan. Ik ben helemaal fris en fruitig. Maar er is iemand die niet zo fris en fruitig is. En ik moet een beetje stil zijn, want ik ga hem in de zijk nemen. Het is Mees, die ligt te slapen. Hij is helemaal verrot. Dus dan is deze prank alleen maar beter. Goed. Je moet eruit, maat. Je moet eraan. Optief. Wat een bloedhond ben jij. En dat is wat we vandaag gaan doen. Met bloedhonden vechten. Ik kon er ook, ja. Maar we moeten eruit, maat. Ik heb al lekker gedoucht. Ik heb jou wat langer laten slapen, maar we moeten eruit. Hoe ziet je sok eruit dan? Ik ga in die Lamborghini lekker slapen, jongen. Ja, dat mag. We moeten anderhalf uur rijden, dik. Ik? Ik dacht ook, ik zag dat ook een grapje over, maar heel goed. We worden aangevallen door mensen zoals ik vandaag. Vuile honden. In ieder geval, mijn management kreeg dus een mailtje en iemand mailde van yo, we hebben misschien super vette content voor Donners die ervoor open staat. Wij trainen politiehonden en die kunnen jou aanvallen als je wil. Dan ga je in zo'n pak en dan word je aangevallen. Ik zei let's go. Best wel spannend, want als ze naast je pak grijpen, wat waarschijnlijk niet gebeurt, want ze worden erop getraind om je armen te bijten en daar zit dat pak overheen natuurlijk. Ja, dan ben je best wel de lul. Die honden die zijn, laten we zeggen, goed getraind. Dus als ze je bijten en ze laten die los en ze gaan schudden en zo, nou dan ben je echt fucked up. Dom. Ik heb er zoveel zin in, Mees. Dit vind ik zo vet. Zo'n vet iets. Echt zo leuk dat die mensen gemaild hebben. Ik had er ook heel veel zin in. Doordat jij met je tyfus water, man. Sorry voor het water, maar ik vond het wel heel grappig. Ja, mag ik even kijken? Ik zal het laten zien aan je. Nou, daar gaan we. Garage open. Ben je klaar, Mees? Yes. Vind je het ook spannend? Nee. Oké. Okay. Ik vind het wel spannend. Hey, hop. Oh, hop. En? Let's go! These days, all I do is wonder if you're bending over backwards or someone else. Stap in die wagen, jij er gelijk te slapen, man. Moet de anderhalf uur rijden. Zit ik naast een dode? Wat heb ik daar nou aan? Helemaal niks. Nou, hier moet het zijn. Volgens de navigatie. We gaan eens even kijken. Nou jongens, dit gaat helemaal goud worden. Ik ben hier met Appie en Gerrit. En ze hebben niet alleen honden hier. Maar dit begint gelijk fantastisch. Moet je kijken. Daar staat mijn auto. Fantastisch huis zo. Deze man heeft een heel trainingskamp voor allemaal dieren. Hij heeft gewoon een afgetrainde geit, zegt hij. Ja, dit is echt waar? Ja, een afgetrainde geit. Ja, kijk dan! Is die schaap ook afgetraind? Nee, gaat dat beest zitten? Huh? Dat is dus Gerrit, jongens. Dat is gewoon een soort animal whisperer. Julia Caesar. Hoe train je een geit? Kijk, op, zegt hij, op. Lekker chappen. Hij kan dus alles aftrainen, die gast. Ja, hij richt nog een kip aan. Ja, ze zitten net even... Dat was Olga. Ja, ze hebben al allemaal hele sterke verhalen voor ons. Over al die honden en weet ik het allemaal. En die verhalen zijn best wel heftig. Mees, dit wordt echt heftig, hoor. Maar dacht, nou, dit is een pak aan, niks aan de hand. Ja. Appie, mag ik jouw arm eens zien? Ja. Alleen de arm, hè? Ja. Dit is heftig. Kijk, dat is van een hond. Terwijl je een pak aan had. Ja. Oh mijn god. Een bloeduitstorting. Die krengen die bijt je helemaal verrot natuurlijk. Is moeder natuur ten top. Ja, dit is toch goud. Ze zouden vast lief zijn, Tom. Hè? Kijk, ze zouden vast lief zijn. Ja joh. Ja, die man die zegt, ik leef hier hartstikke bourgondisch. Maar dat zie je al. Dit is toch fantastisch, jongens. We zijn in Friesland. Helemaal goud. Gerrit gaat nu ons laten zien hoe alle honden hier worden gehouden en getraind. Oh mijn god, die staat de eerste. Kijk dan. Eng. Ja, oh, dat zit er ook een mee. Oh, schrik me dood. Kijk, we hebben hier het eerste hondje. Dus we kunnen dus wel gewoon loslopen. Is dit kleine Appie, hoorde ik? Kleine Appie. Kleine Appie. Appie.
puppy. Gerrit en ik zaten aan een borrel. Hij zei van, ik neem de puppy. Volgende puppy neem ik Appie. Naar mij. Dat heb ik gedaan, hè. Ja, wat goed dit. Moet je even luisteren. Ga je naar Appie? Juist. Wat is dat dan? Hij gaat gelijk happen, joh. Kijk. Is dat om te oefenen voor puppies? Ja, zit gewoon natuur in. Nee, dit zijn officieel voor volwassen honden, maar ja. Dit is gewoon even. Dat is zo'n ding voor om je arm. Ja, die doe je om je arm. En je hebt Ipo in het KNVB. Kom, kijk dan, politie, maar zo'n puppy kan al bijten hoor. Juist. Ze gaan nu nog een andere hond unleashen. Mag ik hier zo ook kijken, Gerrit, of niet? Mag... Ja, mag ik kijken? Oh, maar ze gaan er nu één los. Zo. Als je daar gaat staan, dan komt hij aanlopen. Oké, als ik hier ga staan, komt hij rustig aanlopen. Eens even kijken. Oh, ik vind dit zo spannend, jongens. Ze hadden net echt verhalen van honden die mensen helemaal... Zo! Gelijk, ze weten gelijk waar ze moeten happen, hè? Ja, dit is nog wel wat grotere, deze... Deze hond is nu 8 jaar? 8 jaar. Oh, met pensioen al, ja? Ja, pensioen. Pensioen. Nou, hij heeft het er nog in zitten, hoor. Dat is de opa van Appie. Ja. Oh, is de opa van Appie. Appie! Appie! Hoi, Appie! Hallo! Hey, wat ben jij mooi? Wat een schattige pup, zo. Vette neus. Kijk dan. Af! Los! 8 jaar. Oh god, Mees gaat nu al een mouw omdoen. Mees, ga je het doen? Mees! Mees ziet gewoon even snel die mouw omheen. Mees! Kun je nagaan hoe groot die hond is? Want Mees is ook groot, hè, jongen. Wat is dit ziek? Moet je hem loslaten? Los. Oei, joh! Hoe was het? Zo, hij is sterk! Doet het pijn? Nee, je voelt echt niks. Maar dit is nog, hij is wel wat oud. Nu doe jij hem. Doe hem even voor. Ik wil hem al doen, ja. Mag ik hem ook om, of niet? Ja, doe we zo meteen een ander rondje. Oké, is goed. We beginnen gewoon gelijk. We komen hier aan. We gaan gelijk actie gaan. Ja, we hebben nog een hele kaai. Laat die van jou ook even los. Ja, laat hem los. Nou komt Smokey. Nu komt er een monster. Een monster? Oké. Okay. Hoeveel honden heb je nu? We hebben er 7. 7 honden, oké. Okay. Ja, nou, kom maar door, Smokey. Kijk. Hey. Wat voor rassen zijn dit? Dit is Mechels Hen en dit is een broertje van hem. Van Appie. Mechels Herder. Kijk dan, helemaal happy. Nou, ze trainen dus voor beveiligingsbedrijven, voor de politie, voor mensen die waakhonden thuis willen en zo. Heel vet dit hoor. Kijk die beesten, daar gaan hey. Hojo! Kijk. Dit zijn dus broertjes. Helemaal lijp worden ze. Ja, als ze wat groter zijn, springen ze over het hek heen, denk ik, hoor. Smokey, kom. Smokey, luister. Hij is nog in opleiding, hè. Mees en ik willen nog heel even kijken hier zo in die kennel. Dit is echt... Oh, daar heb je er weer een. Kijk dan, dit is een grote. Tessa, dit is de moeder van die pups. Oh, dit is de moeder van de pups? Ja. Hoe heet ze? Tessa. Ja. Hey Tessa. Ja, ze lopen natuurlijk ook heel vaak vrij. Ja, hier heb je dus alles. Ja, nou, die heb je net gevoeld, denk ik daar. Oké, deze heeft Mees net gebeten. Ja, ja hallo. Ja, hey. Ik ben boos voor jou. Ja, kijk, ze kijkt naar jou hoor, Mees. Of hij. Daar zit Appie in dan. Daar zit Appie in. Kijk dan. Die wil. Hey, Mees, die wil, hè. Ja. Wow! Is dat zo makkelijk? Ja. Wat weet je? Wordt helemaal afgericht die beest. Hij is gewoon stil en dat beest... Nee, stil. Hoe leer ik mijn hond dat aan? Ja, ja, die honden worden hier dus getraind, helemaal afgericht. Ze kunnen dingen zoeken. Ze kunnen als bewakingshond dienen. Ze hebben echt heel veel functies. Zij richten hem gewoon af voor de klant. En dan wordt die hond meegegeven. Mag ik weten wat zo'n hond kost of hoe dat precies werkt? Of is dat private? Een afgericht hond kost tussen de 7.000 à 8.000 euro. 7.000 à 8.000 euro, ja, dat gaat heel veel tijd in natuurlijk. Ja, hoeveel heb je duurste gekocht? Dat is Nederlandse prijzen. En in Amerika kan die wel 20.000 à 40.000 dollar kosten. Ja. Zo! Dat is een dure honden. Waarom is in Amerika dan zoveel duurder? In Amerika gaan de honden die gaan naar een korps toe, naar een africhtingscentrum. En dan gaan ze de politieagent opleiden. Die opleiding zit erbij in, dan worden hun honden geleid. Oké. Okay. Ja. Zo te horen zit in het busje ook nog wat beest. Ja, kijk maar even. Zo, man.
Die rechter wil graag. Die wil heel graag die rechter. Hey. Is dat Zorro? Het is wat. We gaan weer eens even voorwerpjes pakken. Loop je hem even aan de kant, trek hem eruit al. Oké, hij gaat er nu uit. Okay. Ze gaan, als het goed is, nu aan ons laten zien hoe die beesten kunnen speuren. Dus ze gaan iets verstoppen. Dan gaan die honden zoeken. Leuk, maar, hè? Ja, man. Ja, Appie is degene die mij een mailtje heeft gestuurd van Dom, misschien vind je dit wel vet. Ja. Nou, dat vind ik zeker. Ja, maar hij liet net een filmpje zien. Ik denk, ik ga gewoon dat pakje straks. Ja, ik stuur het filmpje even naar je toe. Dan kun je het erin zetten. Is goed. Dames en heren, moet je dit eens even kijken. Ja. Ik kreeg dat dus net te zien. En ze zeggen, ja, sommige mensen kunnen 3 dagen niet meer lopen nadat ze in hun benen zijn gebeten of in hun armen. En dan denk ik, oh, ik had niet verwacht dat het zo heftig was. Maar ja, die honden zijn natuurlijk gewoon knijpers door de moeder natuur. Eén hond uitlaten. Oh, er komt één hond aan. Ja, je hebt de hondenkar, hier zit ze in. Echt? Het is daarin? Ja, zie je, die zijn allemaal van mij. Echt? Ik heb ze hier uitgezet, ja. Kijk eens even, hondenkarren. Hier worden ook honden in vervoerd dus. Ja. Zie, die zijn dan best. Ze zijn zielig. Nee, dat is niet zielig. Het is eigenlijk best wel zielig, ja. Ja, ja, eigenlijk wel. Maar ja. Maar zie, hier gooi ze hier nooit in, hoor. Daar hebben we, zie. Hier hebben we opslag in, zie. Dat is opslag. En zo. Oh ja. En dan hebben we hier hetzelfde. Wat zit daarin? Materiaal om te trainen. Zie, daar hebben we hier ook bijtpak. Nee, bijtpakken. Niks in. En zie, dit is dan mijn hond. Ja, je kan zo'n beest niet gezellig mee in de auto achterin nemen, nee. Natuurlijk. Ja, hier zet ik ze in. In deze? Ja, hier kunnen 4 honden. 4 honden? Zo, maar dit is ook al... Ja, nou, ze hebben redelijk nog wat ruimte, hoor, voor zo'n... Ja. Het is veel, ook wat vriendelijker servering in, dus hij blijft op de weg. Ja. Dus hij dat helemaal... Nee, de kaart die ik nu achter heb, die staat dan bij mijn thuis en die is wat kleiner. Oh ja, ik zie die kar, ja, daar. Ja, die hobbelt. Dat... Ja, die hobbelt heel erg, ja. Over de hond helemaal gek. Ja, nou, je moet stof vervoeren, die beest. Het ziet er helemaal misselijk uit. Ja, leuk, hè. Oh, kijk, daar komt de eerste. Nou, de honden eruit gehaald. Ja, dan gaat hij springen over de schutting. Springen over de schutting? Ja. Hoog! Blijf! Billy, terug! Zit! Zo. Wow, dat zie je later. Filmen, ik ben aan het filmen, ja. Dit neem jij een keer in je handen. Moet je handen nemen. Wat is dat? Ja, dat moet je doen. Goed zo. Sleutels? Help je met mij mee. Succes, Mees. Hij heeft jou wel uitgekozen. Jij moet die arm om. En jij moet gelijk mee. Omdat ik de grootste ben, dat is serieus wel waar. Ja, maar dit lijken wel robots, joh, die beesten. Helemaal afgericht. Een al brok spier. Ja, een al brok spier, ja. Nou, jij loopt daar beest. En ongeveer 1 meter of 10 leg je wat neer. En 10 meter leg je weer wat neer. Leg je gewoon neer. Ja. Nou, loop er maar heen. Ik wil geen hond in mijn benen hebben. Nee. Dus Mees gaat nu iets verstoppen. En dan moeten die beesten het gaan zoeken. Denk om eens! Hij gaat nu wat om de 10 meter neerleggen. Ja, kom hier. Ja, dan gaat hij dat zoeken. Zoek af. Oh, gaat hij al. En dan gaat hij erbij zitten als hij iets vindt of zo. Ah, hij pakt het gewoon op. Kijk, komt hij met de sleutel. Af. Bos. Wat? Wat vet. Maar als u nu die sleutel weggooit... Dit is de appie van de vader van Appie. Wat wil je zeggen? De sleutel weggooien? Als u nu die sleutel weggooit, gaat u hem dan ook kunnen vinden? Ja. Kijk eens. Oké. Okay. Zoek. Dat was echt gewoon... En die ogen zullen natuurlijk ook rete goed zijn. Af. Ik zal even uitleggen. Wat je ook vastgehaald hebt in de hand, het mensengeur aan. Dus dan zoek je af. Daarom heb je tegenwoordig honden tabak zoeken. Je hebt geldhonden. Je hebt lijkenhonden. Een hond waar je ergens gek op bent, maar de geur kan je hem africhten. Je moet hem gedreven hebben. Alles wat geur heeft? En een hond is gedreven. Normaal doet hij dat voor de beloning. Normaal krijgt hij een brokje. Ja. Hij weet dat hij van mij wat krijgt. Want hij zit te wachten dat hij wat krijgt. Maar ik heb nou niks in de zak. Na elke oefening krijgt hij altijd een beloning. Ja. En voor de beloning doet hij het. Daarom zijn er van de 100 honden, zijn er misschien maar 4 geschikt voor dit werk. Voor het echte werk. Ja, want... Daarom zijn die honden ook zo duur. Niet elke herder is geschikt. Daarom is er zoveel vraag naar. Dus eigenlijk alleen als een hond vanuit zichzelf gedreven is... Dan is het eigenlijk de geschiktste hond. Oké, okay, want ja, ik bedoel, de border patrol gaat natuurlijk niet de hele tijd snoepjes bij zich dragen en geven. Nee, weet je wat in het echt gaat? Als ze gaan zoeken op een schiphol, wat doet die geleider? Die gaat zoeken en na ongeveer 8 à 10 minuten stopt hij. Dan geeft hij hem altijd zijn speeltje. Een bal of een doek. Altijd gaat hij voor die prooi. Want... Hij heeft ook ruimtes, vindt hij niks. Maar als jij het te vaak doet en ze niks gevonden hebt, heeft die hond er geen zin meer in. Dus die hond gaat altijd naar binnen, er is altijd wat. Stel je voor dat hij nou het echte gevonden hebt, krijgt hij even goed zijn speeltje. Dat is het spel. Al gooi je 100 keer, moet hij 100 keer weggooien. En als ik nou 10 keer weggooi en hij gaat na 5 keer er niet heen, is hij al niet geschikt.
Nee. Hij moet eigenlijk van de 100, hij moet zich 150% geven. En dat zijn de juiste honden. Net zoals bij voetbal. Ja. Coaching. Honden, kijk, wij hebben gisteren volop programma getraind. Ze willen elke dag werken. En die donkere hond, die Zorro, die is zo extreem. Ja. Die doet er een moord voor. Dat is weer te mans voor de politie. Ja? Ja. Die kan niet bij de politie. Daar hebben ze geen hondengeleider voor. Dan zijn geleiders zijn meestal bang. Dus oh, zo extreem is die, ja? Met aanvallen en... Hij is te hoog in de drift, ja. Gewoon de driftkikker, die hond. Ik heb die hond verleden jaar het hoogste certificaat van Nederland gehad van de diensthond. Ja, hoogste certificaat. Ik ben kwijt omdat ik zelf niet naar de keurmeester kijk. Ik wil niet weten hoeveel certificaat hij heeft gehad. En die andere mensen kregen hem niet klaar. Maar ik moet zeggen, een politiehond, ja, die moet je wel africhten en je moet er boven staan. Ik zeg, ik ben heel eerlijk in. Af en toe hebben ze best wel eens een keer straf nodig, maar tussen straf en een straffer is een verschil. Kijk. Je moet afbeulen, is wat anders. Maar kijk, als ik een draai om zijn oren, dat is helemaal geen probleem. Het gaat er mij om, je moet hem kunnen vertellen wat goed en fout is. En dan kan je een hond overreden. Ja, maar zo'n beest is natuurlijk gewoon een wapen. Dus die moet af en toe gecorrigeerd worden. Het is een wapen. Ik ben enigszins te weinig beveiligers die honden die gemelkorf lopen. Ik heb altijd een melkkorf om het werk. Ja. Om risico's te voorkomen. Ja. Maar dat ding is zo af, als het moet. Ja. Kijk, weet je, het is, wij zijn hier nou ook hier. Het is gewoon een super snelle Eimer. Roep hem maar. Billy. 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 Billy, kom knuffelen. Hey, Billy. Sociaal is ook even. Maar zag je hem straks in de auto? Ja. Nou, is hij helemaal kwaad. Hoe kan het dan dat hij in de auto zo kwaad is? Een soort krapje. Het is net als een uit- en aanknap, werk en privé. Net als met dat blaffen net, gewoon stil en hop, de knop gaat om. Je leert die honden luid, commando luid. Dus je laat hem helemaal in de drift komen. Ja. En dan zeg je stil en dan is je gewoon... Dus als jullie zeggen luid, wordt hij helemaal luid? Ja. Zeg je stil, wordt hij... Ja, het lijkt je net robot. Ja. Heel interessant dit. Ja. Dus van de 4 honden op de 100 zijn geschikt voor dit werk. Ja. Zijn voor politie, echt, beveiliging. Echt, dat die echt er doorheen komen. Maar hoe, dus wat gebeurt er met die honden die het niet gaan redden? Die certificaat kun je er wel ophalen. Je kan er wel een certificaat ophalen. Maar echt geschikt voor het echte werk, ja, dat wat hij zei. Ja, maar dan gaat dat gewoon aan particulier toe of zo. Ja, particuliere beveiliging of beveiliging. Zie je, beveiliging is dat. Ja, een echte goede bezig naar de politie, ja, naar het leger. Regeringen, maar ook wel eigen beveiliging om huis. Hey, mensen, miljonairs. Ik heb eens een keer een verhaal gehoord. In India, die had het voor 80.000 euro gekocht, een hond. Die heeft gewoon een hond gekocht. Ja, dat heb ik een keer gehoord. Die had daar gewoon zo tegen 80.000 euro neergelegd. Voor een beveiligingshond? Ja, voor een beveiligingshond. Ja, het is echt voor mensen met geld of overheid dan, die echt een perfecte hond willen. Ja. Nou, daar hebben we Zorro, hè? Dan zie je Zorro. Dat is heel anders. Wow, die is heel alert deze. Zorro, hier. Wow, deze is druk. Luid. Af. Je moet ze boven de hond staan. Live. Zoek. Dominantie, zoek. Hop, gelijk hoor. Zo, deze wil graag? Hier. Kijk dan, die is druk die hond. Los! Maar ik kan ook appel lopen. Appel lopen? Ja. Volgen! Rechts! Rechts. Hij wil die sleutel hebben, dat beest. Kijk. Af! Echt, wat hè. Dus die beschermt je gewoon helemaal, die loopt strak tegen je aan. En hoe lang duurt het om een hond te trainen gemiddeld? Ik doe het in een half jaar, maar de meesten doen er 2 jaar over. Ja? Ja, ik doe er wel lang over. Dus als ik hem niet had, dan deed ik er echt lang over. Nou, doe hem maar even, geef hem het mouwtje maar even. Laat een keer bij. Je geeft me gewoon... Ja, je hebt gewoon niks te zeggen. Geef maar aan Don, jij gaat hier kijk, wel. Dit is top. Hij geeft mij helemaal niks. Hij zegt de hele tijd, mees, gooi jij die sleutel maar. Mees, doe jij die arm. Deze hond gaat jou helemaal pakken. Gauw. Stil eens, jongen. Flikker. Ja, dat filmpje die we net gezien hebben, die is zo heftig. Moet Don niet even het arm om doen? Hij is hier de hoofdzoon. Hey, die andere, rode mouw. Ik heb gewoon stress. Jij hebt stress? Nee, ze steken peuk op. Ik heb geen sigaretten meer. Oh! Kijk, dit is beter dan een alarmsysteem. Nou, dat kan ik je vertellen, ja. En weet je wat het is? Dit mag je hebben. Een pistool mag je niet hebben, maar deze... Een hondenbeet doet 5 keer zeerder dan een kogel. Maar is het niet... Een hondenbeet, wat het is, als wij gebeten worden, trek je je arm terug. En een kogel gaat er doorheen. Ja, maar dan scheur je helemaal af, toch, lijkt me, of niet? Nou, doe maar een mouwtje om. Je hebt één vol. Je hebt een mooie rode jas aan. Doe maar even om. Ja, dat biedt opeens dat hij me eraf. Nee, hij heeft zo. Dat beest, die ziet die arm kijken en die wil toch? Oh mijn god, gaat dit echt gebeuren? Oh mijn god. Hij doet shit. Oh, fucking hell. Oh mijn god. Doet het ouw? Oh, je hebt helemaal de tanden erin staan. Oh, laat het zien. Los.
En een scherpstel. Kijk dit dan. Gewoon schaafwonden en tanden erin. Dat beest bijt hard, jongen. Kijk dan, dat beest zit dat ding nog. Hij heeft hem nu losgelaten. Wow, dat was agressief. Hij had pijn hoor, mees. Ja, maar hij wil toch een hond voelen? Hij wil toch een hond voelen? Nou, op 100 meter? Ja, ze, ja, dus dan wat je doet is je loopt 100 meter verderop, dan komt die hond vol aansprinten en dan moet je zo. Nou, ze zeggen ook 8 van de 10 mensen durven het niet, hè? Jij moet het wel doen. Ik heb het al gedaan. Kom, jij ook. Ja. Dit gaat zijn doen, jongen, lekker voor je. Even kijken, je hebt een armbandje. Wacht even, wacht even. Wacht even, hoor. Dorad wil gewoon zeggen stop. Spannen of ontspannen? Ik zet hem even erop. Oké, kom maar. Wat? Yo! Yo! Juist! Zo! De beestje! Juist! Ja! Auw! Auw! Die zit er vast, denk ik. Die zit er vast, ja. Zo, man! Oh. Hij beet hier tussen mijn pezen in. Oh, wow, dit is ziek! Ja, ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Het is echt pijn, hoor! Wow. Laat je handen zien. Eerst deed het geen pijn, maar kijk hier zo. Het zwelt gelijk op. Hier zo, die pezen toch? Kijk, die span ik aan en hier tussen. Ja, maar ik denk, je kan beter juist ontspannen dan aanspannen, denk ik. Ik wil altijd ontspannen gewoon. Ja. Oh, dit vind ik vet. Maar je doet zo meteen pakken en dan heb je nog extra bescherming eronder, want je bijt er gewoon doorheen. Zie, dat wordt echt zwart wordt dat. Ja? Ja. Wat een power heeft zo'n beest. Nou, even die andere grote keer, kijk wat die doet. Nou, oh god, meisje. Ik durf echt niet meer. Doet hij het zelf nog wel eens? Zeker. Ja, zeker. Kijk, even Appie krijgen, die jonge hond even. Auw, jong hondje. We krijgen Appie. Appie! Yes! Ja, jouw hond een keer. God, dit voelt zo heftig. Ja, don. Echt moeder natuur. Oh mijn god, Mees. Nee, deze is huge. Mees. Mees. We gaan hem eerst even aanlijnen, geloof ik. Oh mijn god. Hij hits de mop. Oh mijn god. Mees. Zo, zo. Oh, gaat het? Ja. Oh, deze was hard. Oh, laat zien dan. God. Hier, kijk. Gast, je hebt helemaal bult al. Zo. En jullie zeggen dat jullie nog een grote hond hebben die jullie willen laten bijten? Nee. Jazeker. Oh. Nee, doen we niet. Dit is echt... Dit is heel... Gaan de mensen wel eens huilen of een soort van flauw vallen? Dan gaan we zo te merken. Ja, yo, waarom ben ik ook de lul? Ik wilde het echt niet. Ik wilde het echt niet. En ik ga er achteraf bijten. Ik wilde het echt niet. Oh mijn god. Oh. Hey Appie, doe jij anders het pak aan dan? Nee. Hey, hij wil niet eens dat pak aan doen. Voel eens hier over mijn hand heen. Gast, kijk die gezwel, al die bulten die je hebt, al die bloeduitstortingen, kijk. Kijk, Mees, kom eens. Je kijkt dan. Dat zijn al die tanden, hé. Oké, Mees gaat het nog één keer doen. Ik durf. Oké, daarom heet ik ook Mees niks. Daarom heet ik Mees niks en ook alles doen. Maar niet op afstand. Oh, daar komt hij. Mees, daar komt hij. Wacht even. Oh, dat is een van de lijfste dingen die ik ooit heb meegemaakt. Dit is fucking vet. Ik kan niet beschrijven hoeveel bijtpowers zo'n beest heb. Mees, daar gaat hij, Mees! Daar komt hij! Pas! Deze is heftig. Lekker Mees. Au. Laat hem maar winnen. Maar jij durft niet in het pak? Ja, ik durf wel, natuurlijk. Maar deze valt wel mee. Oh mijn god. Mees, dit is zo vet. Dit. Nou, ga ik het zo meteen even laten zien. Als je gewoon luistert, gebeurt er niks. Nee. Okay, als ik luister. Don, je hebt 3%. Je hebt 3%, denk je. Ja, ik heb een nieuwe batterij bij me. Ah, dit is erg. Wow, dit is zwaar. Ja, je bent niet voor niets pakwerken. Maar daar, die appie. Wat ik altijd doe, joh. Conditie, joh. Zo, mijn handen. Wat als hij mijn poten bij? Dan kan ik 3 dagen niet lopen. Dat kan ik niet hebben voor mijn beroep, hoor. Don, het enige wat jij bij je beroep doet, is stilzitten. Ja, zeg jij. Dan geef je even een miljoentje per dag minder uit. Ja. heb je een vriendinnetje? Nee. Ah, dan wordt hem ook daarom niet. Is hij ook zo rijk, joh. Daarom is hij ook zo rijk. Kut mag blut. Nee, jongens, dit is een nieuwe swag van 2021. Ja. Komt goed naar jou. Oh nee, ik zie je zo erg tegenop, dat is niet normaal. Maar zullen we een helm op doen of niet? Ah nee, joh, heb een mooi kopje. Nee, nou, mooi. Gewoon je ogen dicht, gebeurt er niks. Dat heb ik vaker gehoord van andere dingen. Nou, maar ja. Hey, blauwe ding. Ja, goed zo, hij doet het. Je leeft maar één keer, jongens. Oh mijn god. Ja, maar dat denk ik ook elke dag. Doet dit deze meer zeer dan dat ene moutje? Dat weet ik niet. Dat moet je ondervinden.
Kut, diefjes, diefjes. Welke hond doen we eerst? Welke hond doen we? Oké, zullen we die zwarte doen? Of welke doen we? Oeh. Schrik me. Klote man. Ah, ik word helemaal gek. Ik transpireer als een gek, hè. Oh. Ik ga heel veel spijt krijgen als ik het niet doe. En ook heel veel spijt als je het wel doet. Ja. Ah, joh, Don, denk aan het geld. Schroom binnen. Ja, maar dan wil ik er wel wat aan hebben in plaats van alles uitgeven aan het ziekenhuis straks. Jij loopt. Oké, meest filmen. Rennen, Don. Rennen. Au! 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 Nee, laat maar trekken, laat maar trekken. Thumbnail. Thumbnail, Don. Thumbnail, kijk het, thumbnail. Hond, kijk hier. Oh, is hij sterk. Zo. Au. Kijk, doe maar stoppen. Au. Hoezo zeg je mijn naam? Wat zei je? Je zei Mees. Au, mijn vel. Oh, ja, goeie Tim, dan verschijn ik ook intussen nog. Vast, hè? Was? Oké, dat was hem. Nee, gewoon stilstaan. Auw, niet in mijn benen. Niet. Dat doe ik echt niet. Staan blijven, staan blijven. Aan mijn bijt hier weer. Zo een steek. Mees? Wat tril jij? Ik tril zelfs. Dus als je stil blijft staan, dan gaat hij niet bijten. Nee. Pas. Zo. No! Los, mijn vel. Billy. Oh, Bas. Oh mijn god. Blijf staan, anders gaat hij weer bijten. Oh. Ik wil niet meer. Nee, dit is een van de beste dingen die ik ooit gedaan heb. Oh mijn god. Mees, dit gaat pijn doen. Dom. Ja, dat gaat zeker pijn doen. Eén oefening. Krijg je zwarte nog? Nee. Ja, doe mijn hondje maar. El Finito. Jouw hondje heeft meest pijn gedaan. Wat is nu de bedoeling? Dat hij niet mag pijn. Ja, als je nu zweef zo gaat staan, zo. En erachter. Nu bijten. Als ik was een bitch gedraagd, dat klopt. Ja, ik snap het ook hoor. Wees, dit is heftig hoor. Zo, morgen kijk eens even. Kijk dan. Dat zijn geen grappen dit hoor. Kun je nagaan wat er gebeurt met je als je dus geen pak aan hebt. Door mijn enthousiasme vergeet ik helemaal een GoPro op mijn hoofd te doen. Maar ik ben natuurlijk al geweest. Dus Mees gaat nu. Ik kop zo meteen op. Ja. Zo. Nou, kom op, pak aan. Pak aan, Mees. Mees. Peuk uit. Kijk, Mees gaat de mijne in hoor. Bam. Als je in je zak gepakt wordt, ben je echt de lul. Dan ben ik letterlijk de lul. En dan heb je geen lul meer. Dan heb je blauwe ballen vanwege een andere reden, bro. Ja, kut. Ja, kut. Mees wordt gezegend. Kijk, op goed geluk. Oh. Fuck! Nou, precies hetzelfde. Maar gewoon zo, hè? Ja, en dan komt hij eraan. Rennen! Meester komt-ie! Au, stop! Doe maar los! Hey. Mees! Niet bewegen, niet bewegen! Mees! Doe los! Juist! Goed zo! Oh, Mees! De camera ziet hem! Doe maar los! Niet bewegen! Je moet niet bewegen! Stil! Uit!
Doe die tyfusding af. Nee! Nee, ik zweer het. Oh, jezus! Hé, hey, Gerrit, zag je hoe hard hij op zijn bek ging? Dat is toch niet normaal, hé? Hey? Hé, hey, maar wel compliment. Super gedaan. Zo, Mees, maat, dit heb je echt fantastisch gedaan. Weet je hoe sterk die hond is? Ja, kom maar. De camera vloog over de grond. Gast, die camera die vloog met de noodgang van je hartstikke zo. Ja, moet je nagaan, dan heb je pas de jonge hond. Nog ineens te ervaren. Ja, is dit een jonge hond? Ja, daar zijn we net mee begonnen pas. Oh mijn god. Mees, dit is niet normaal. Het mooiste is, hij wou er niet mee gaan beginnen. Ik zeg, dat is een hele goede hond. Maar eens kijken, goede hond. Ik zweet me helemaal de pest. Je maakte een doodsmakker. Ja, maar dat was toch het minste pijn. Je moest bijna huilen. Nee. Ik zag het echt wel. Bijna janken weet je. Ja, echt wel. Ik zag het aan je hoofd. Ik wou bijna beginnen met schelden, jongen. Ja, ik hoorde het. Ik ben fucking 113 kilo. Ik verwachtte niet dat ze een hond op werk krijgt. Gas, besef dat dit een beginnershond is. Dat is niet een hele volledige lengte. Ja, stel je voor, soms beginnen ze helemaal bij die zwarte schuur achter. Dan laten ze je helemaal lopen tot het einde van het hek daar. En dan word je gepakt. Jij hebt toch ook een streetlight? Ja. Oh! Blauw gast, ja, dat gaat flink worden hoor. Had hij me goed? Ik vind daar ook wel even mee van. Ja, nou, dat wordt wel blauwer, denk ik toch? Kijk, nu ga jij, hè? Ik maak geen grapje als ik zeg dat dit een van de vetste dingen is die ik ooit gedaan heb. Hele vette ervaring. Oké, Appie heeft de GoPro op zijn hoofd. Die gaat echt van heel ver. Kijk, daar laten ze de hond los. Dit is Zorro als het goed is. Pikzwart beest. Oh, dit wordt wat. Daar komt de hond. Oh mijn god. Oh mijn god, wat een snelheid. Het is net een wolf. Zo! Moet ik filmen? Dat beest is zo snel. Oh, COVID. Wow. Brak! Vast, zegt hij. Oh, zijn poot. Oh, daar zit die pees van je knieholte. Oei, oei, oei. Hoort nou scheur of niet? Zo. Rico! Los! Gelijk los, hè, dat beest. Blijven! Snel! Kijk! Zo! Koekoe, kijk! Gast, honden, jongen, echt. Besef dat wij gewoon dat in huis hebben en dat we ze lief maken, maar als je ze dus zo maakt... Zijn moordwapens gewoon, hè? Zonder pak, ga je helemaal kapot. Deze hond kan dus niet naar de politie omdat hij gewoon te veel agressie heeft. Omdat deze hond is te lijp. Nee, oh, er komt nu weer een nieuwe hond, zie ik. Eens even kijken hoe dit loopt. Dat één zo. Ja! Ja! Zo, hé! Krank, deze is groter ook, hè? Kijk dan, een item. Stel je voor, je bent echt in het echt word je aangevallen, gaat zo'n hond aaien. Ben je toch ook niet goed? What the fuck, ja, dit is echt bizar. Ja! Ja! Mag hij nog één keer in je arm bijten van Klozen? Vast! Zo! Doe maar rustig. Die tanden. Billy! Los! Vallen er wel standen uit? Ja, kan. Kan. Oké, let op deze. Deze wordt echt goud. Deze gaan jullie niet verwachten. Let op, dit gaan jullie goud vinden. Die hond gaat vol tegen die fiets aan. Jezus, de fiets gewoon door. Kijk. Ja, oh. Ze doen het ook met fietsen dus. Kasten dichtgemaakt, anders komen die poten van die hond er soms tussen. Hey Zorro. Stap je? Zorro. En zo kan het ook gewoon in het leven. Zorro, heb je hem gepakt op de fiets, hé? Stap je? Deze lijst het niet eens. Je kan hem dus nu gewoon aaien, ja, toch? Ja, aai maar gewoon. Nee, Zorro. Leuk ook. Hé, hij gaat verkwispelen. Kijk, ja! Ben je zo verrot, hè? Waarom hijgen? Je ziet het in je ogen, deze hond is gedreven tot de max. Appie gaat nu aangevallen worden door zijn eigen hond. Hoe heet jouw hond? Ivar. Kijk. Af! En liggen, hè? Ja! Blijf! Zo. Kijk. Jezus Christus, wat een ervaring. Ja! Vrij!
netjes. Kijk die ogen. Netjes. Goed zo, stilstaan. Ivar, los. Zit. Pas op. Wat een statige kop ook. Is even een zware blaf. Stellen. Ja. Zo. Die was heftig. Hij is eens een keer gebeten in zijn been. Appie. En hij zegt, ja weet je, ik moet echt hard drukken in mijn been. Als je er een naald te steekt, dan voel ik het eigenlijk niet eens. Dus één been is al flink naar de kloten van al dat gebijt. Gewoon een zenuw kapot gebeten ofzo. Rek! Rek! Zo! Vol van dichtbij is het nog agressiever, joh. Wow. Nou jongens, voor deze geweldige ervaring. Special Dog Security. Daar zijn we, in Friesland. Worden goed verzorgd, hier moet je eens even kijken. Verbijsterken. Proost! Dat ik eens. Ik, bedankt hè. Ja. Super met je maatje. Ja, hey, wij willen nog wel heel graag een keer terugkomen. Altijd goed. Ja. Partytime hè. Ja, hij heeft gezegd. Gerrit zei van, je moet een keer terugkomen. Zet allemaal tenten neer, gaan we barbecuen, gaan we feesten, ja. Lekker zuipen. Helemaal top. Ja. Uit van Jack Daniel. Okay. Al komt de 100 man, geen probleem meer. Friesland boppen. Helemaal gaaf. Ja, lekker man. Ja, dat gaan we doen hoor. Als het buiten is, dan kan het allemaal op 1,5 meter afstand. Dat ken het. Dat ken het. Ik ben geen Fries, maar Dit zijn lampen, jongens, kijk. Ja. Dan weet je echt dat je alcoholistisch bent. Nee. Maakt niet uit, speciaal door een meisje gemaakt. Kijk. Ja, super lief, deze vrouw voor me gemaakt. Helemaal super, joh. Nou, Mees, pas je even op met het eten. Sorry, mijn helden. Ze vandaag hebben ze goed Mees in het vizier. Maar laat ze een beetje met rust. Maar ze pakken elke keer Mees omdat hij de grootste is. Nu gaan ze een trucje doen met Mees. En Mees vertrouwt helemaal niks van. Duken? Duken. Dukken. Nou, ik ga zo staan, Mees. En jij hebt een muntje. Ik ga je vasthouden. Een muntje? Een muntje vasthouden. Ja. En je gaat bij mij op mijn rug. Op je rug? Ja. Huh? Kom. Hij houdt zo'n vriend van vast. Ja, springen. Hey, hij op je rug. Ja. Pas je op voor je rug, joh. Ja, kom maar. Oh, verdomme. Vasthouden. Ja. Muntje in mijn mond. Duk. What the fuck? Mees! Ja, het viel mee. En de andere bij Dom. Ja, oké, okay, Dom, dan ben je aan de bocht. Nou, dan moet je wel tegen. Waar kom ik tegen dan? Ga zitten, Dom. Zitten, Dom. Ga even lekker zitten. Ja, jij lijkt wel een figuurtje. Jij bent veel gewend, hè? Je gaat je ogen dicht doen. Ja, ben je recht? Ja, echt gebeurd, helemaal niks. Geen ogen dicht. Ja. Ogen dicht. Je moet denken voor je. Je ziet een lekker wijf voor je. Met twee grote gieten. Een gegeven moment. Je mag op het kutje zitten. Dan ga je heel voorzichtig naar voren met je hand. Naar voren en ga je proberen te voelen. Waar zit dat ding op? Twee vingers. Heel ja, want die titel dat het vrouwelijke geslacht. Dan plak ik ze heel rustig naar voren met de hand. Met twee handen. Met één vinger. Met één vinger. Heel voorzichtig. Je vindt... Die was goed. De meeste. Ik vertrouwde hem echt niet. Ik vond hem heel goed. Ik heb hem nog nooit gezien. Weet je. Nou, officieel doe je eerst zo. Althans, ik zag helemaal niks. Maar. Ja, doe je zo. Ik wil even goed ruiken, want misschien trekt hij zijn hol voor mijn neus. Er gaat mijn vinger een hol in wat ik niet wil. Dat dacht ik eerst. Dat onthoud ik ook. Ja. Zo. Nou, we gaan weer naar huis. Anderhalf uur terug. Wat is die Gerrit de gouden gast. Zo open, gasvrij. Helemaal gek. Lekker lomp, grof. Hou ik van. Helemaal top. We hebben hem even goed bedankt. We hebben nog lekkers te vreten gekregen. En we gaan zeker hier vaker terugkomen. Appie wil ook nog een keer met z'n honden naar mij toe komen om in mijn tuin wat te doen. En ik wil eigenlijk ook wel echt een keer met de maten uit mijn dorp hierheen. Of dat die honden naar mij toe komen. Dat die ook even gebeten worden. Volgende keer gaan we met wat grovere honden aangevallen worden, denken we. Hè? Ja, dat is goed, man. Oei, oei, oei. Maar heel erg bedankt voor het mailen. Ja, ik vond het fantastisch, man. Ja, echt. Zo'n vette ervaring. Ik kom wel een keer langs, joh. Helemaal top. Nou, wel. We gaan er weer van tussen. Ja, en natuurlijk, als je dan weer gaat rijden, dan moet je weer tanken. Dus dat is weer een streepje op de tankcounter. Nou jongens, ik zit hier gezellig bij mijn ouders, met de maten, vrienden van mijn ouders. En ik heb, of althans, meestal naar huis gegaan. Ik kom net thuis en mijn moeder zegt... Ik heb iets. Ja, je denkt misschien dat het over jou gaat, een beetje, maar het gaat eigenlijk over mij. Want ik ben een YouTube-kanaal gestart. Oké, okay, ja. Ja. Hallo. En mijn eerste video heb ik geüpload, maar ik weet niet wat jij ervan gaat vinden. Maar het gaat echt over, zeg maar, de rol van ouders
van een YouTuber, van een influencer. Dus we zijn familievloggers geworden. Ja, maar nou, voordat ik hem echt openbaar zet, denk ik dat jij het eventjes eerst moet beoordelen. Want maar jij zegt al dat je hem geüpload hebt. Ja, maar hij staat nog verborgen. Nou ja, ik zou zeggen, wees voorbereid, want er staan niet zulke leuke dingen in. Nou. Ja, dan. Ja. Sorry, maar. Niet alleen de leuke dingen. Dus ga er maar voor zitten. Ik word gewoon vol exposed, hè, straks. Even kijken, hoor. Nee, dit overdonder me wel een beetje. Ja, jij lacht ook een beetje zo'n boer met kiespijn. Ja, zeker waar, ja. Ja, ik vind het best wel heel spannend, want ja, ik bedoel, ja. Het is niet niks zo'n YouTube-kanaal. Ik heb er alle vertrouwen in. Videoboodschap Don, heb Pim het gefilmd? Nee, ik heb het allemaal zelf gedaan. V3. Don, opletten. Alvast hartelijk gefeliciteerd met het behalen van je 1 miljoen. Schat. Ik zal hem even stopzetten. Het is allemaal voor jou speciaal, omdat je 1 miljoen abonnees hebt gehad. What the fuck? Ik ben helemaal ongemakkelijk. Ja. Ik word echt niet snel ongemakkelijk. Wat is dit nou weer, dacht ik? Jullie hebben gewoon een leuke video gemaakt voor 1 miljoen of zo. Ja, natuurlijk. Godverdomme. Ik krijg het echt heet, ik zit gewoon te zweten. Ja. Ja. 1 minuut geleden was het gewoon helemaal droog en nu ben ik nat. Ah, maar jezus, het had je worst nightmare geweest, jongen, als dat waarheid was. Als je dat nog op exposed is, gewoon alles klaar. Nee. Je lacht ook echt gewoon heel ongemakkelijk. Ja, ik was echt fucking. Ik denk, what the fuck is dit? Ik werd echt overvallen. Maar jullie hebben gewoon een leuke video gemaakt ofzo. Maar dit is een beetje lastig vloggen natuurlijk, want dit kan je zo niet filmen. Dat hoeft ook niet, je kan zelf doen. Ga dan eerst maar lekker kijken en ja. Ja, want dit is natuurlijk helemaal kut om voor jullie hem zo te zien. Ja, daarom. Dus, Maar het is geüpload op 1 april zie ik, dus dat klopt niet? Of, Jawel, dat klopt wel. Het is een grap. Het enige wat klopt is dat het wel op mijn YouTube-kanaal staat. Je wil niet weten hoeveel uur ik heb zitten zwoegen om überhaupt een video daarop te krijgen. Want ik denk, ik moet er nergens op kunnen afspelen. Maar joh, hij is helemaal voor jou, Don. En hij duurt echt wel iets van 20 minuten. Nou, superleuk. Dus ga er lekker van genieten. Kom ik ben me nu goed verrast. Jezus, ik kreeg het zo warm. Ik wist niet, jij. Ik denk, je gaat me helemaal afzeiken over alle problemen die we ooit gehad hebben. Nee, dat komt zo. Dat zou ik nooit doen en hebben ook helemaal gehad. Dus ik bedoel... Dat is goed, meen je. Ga er maar lekker van genieten, Dom. Nou, wel heel leuk en attent dat jullie een video hebben gemaakt voor mij. Die ga ik dan even lekker checken. Ja, eigenlijk zou ik een facecam moeten doen met reageren, maar ik word even helemaal overdonderd. Ja, ik ga hem even opnieuw. Oké. Wauw, 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 wauw. Is het enige wat ik kan zeggen. Wat ontzettend leuk. Er zaten mensen in. Echt, meneer Boot ook van mijn mbo die mij geholpen heeft. En gewoon mijn oude cardioloog. En al mijn vrienden, familie. Iedereen had een woordje gedaan. Wat een leuke video. Gewoon bij mijn hele kring, vriendenkring, familiekring, gewoon woordje ingesproken. Op sommige punten moest ik net aan Bianca. Nou, eigenlijk jammer dat ik mijn reactie niet echt kon filmen. Misschien is het wel voor jullie ook leuk om die video te zien, dat ik hem binnenkort even upload of zo. Maar super attent, hebben mijn ouders gewoon voor mij geregeld en waardeer ik enorm. Wauw. In ieder geval, volgens mij zit een redelijk lekker lange vlog. Ik hoop dat jullie er enorm van genoten hebben. Het een hele speciale dag, leuke verrassing met die honden. Ziekste ervaring wat ik ooit gedaan heb, denk ik. Een van de ziekste dingen die ik ooit gedaan heb. Ja, ik weet niet hoe het op camera overkomt, maar in het echt is het krankzinnig. In ieder geval, dames en heren, ik wil jullie heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Mocht je nou genoten hebben, vergeet niet te abonneren hier beneden. En ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Latia! Dedication en hard werk ervoor nodig is om zo te spreken. En je hebt het gedaan. Gefeliciteerd.